Ja, dat zie je zo, maar eerst iets heel anders. Een paar honderd Nederlanders moeten het nieuwe medicijn tegen de Mexicaanse griep gaan uitproberen. De makers van de prik kunnen dan zien of het goed werkt. Alleen volwassenen gaan het medicijn testen, geen kinderen. Die krijgen pas een medicijn als onderzoekers zeker weten dat het helemaal goed is. Volgens een deskundige die veel van de Mexicaanse griep afweet, zullen de proefpersonen weinig last hebben van de prik. Mensen krijgen misschien een rood plekje op hun arm of zullen zich een dagje niet zo lekker voelen. In de hele wereld hebben meer dan 100.000 mensen de Mexicaanse griep. In Nederland zijn dat er tot nu toe 364, nog niet zo heel veel dus. En om te voorkomen dat het er wel veel meer worden, kan iedereen in de herfst een prik krijgen. Dat medicijn wordt nu getest. Het duurt ongeveer 6 weken voordat bekend is of het goed werkt. We legden de kinderen bij de jeugdjournaalbus in Midwolda het nieuws ook voor.